Ja, ik vind de rol van Wiegel, ik denk dat er een heleboel meer dingen achter zitten dan inhoudelijk. Ja, maar ik mag het wel. Ik vind het wel aardig. Ik niet. Nee. Ik vind het niet aardig. Ik vind het kunstjes. Nee, ik vind dat mensen die op een gegeven moment zeggen, we moeten ons niet laten verleiden door afspraken die lang geleden gemaakt zijn over iets waar ik het zelf niet mee eens ben. Nee, ik denk... Ik ben ook voor een referendum overigens, maar... Ja. Nee, ik denk Wiegel is nooit principieel geweest. En om nu opeens met iets principieels te komen en dan vervolgens zijn eigen partijgenoten om te kletsen, om voor te stemmen, dan... Dat was een rare rol, hè, want hij was fractievoorzitter. Nou, dat deugde helemaal niet. Jij vindt dat niet deugd. Nee. Maar nou die zaak. Er is een kabinetscrisis over het referendum, maar er zat een kabinetscrisis in de lucht over de Bijlmer-affaire. Ja. En dat is voor mensen vanuit Amsterdam natuurlijk erg belangrijk. Is dit nu gedaan om gezichtsverlies te voorkomen van Borst en Jorritsma? Want anders zou het misschien later deze week op grond van die Bijlmer-enquête wel hebben kunnen leiden tot een dan kabinetscrisis. Ja. Ja, je weet het niet, maar ik denk altijd dat een heleboel dingen bij elkaar zitten. Ik denk zeker dat dit meegespeeld heeft. Aan de andere kant heeft het ook een voordeel, want je kan denken dat er nu eerlijker geantwoord wordt op de vragen over de Bijlmer, omdat het toch geen bal meer uitmaakt. Ja. Want ze kunnen niet meer wegstuurd, dus ze hoeven zich niet meer te verdedigen vanwege hun positie. Dus je hebt kans dat ze nu eerlijker antwoorden. Dus voor Amsterdammers. Ja, maar dan hangt ik denk dat voor Amsterdammers eigenlijk wel. Goed, is dat er nu gewoon de eerlijker zaak op zijn merites? Ja. Dat denk ik wel. Ja, wat heb je het gevoel dat de Amsterdammers zich nog een beetje bekocht voelen? Die het gevoel hebben, zegt die Bijlmer-affaire, allerlei ophef over en uiteindelijk gaat het toch weer de doofpot in? Nou, ik weet niet of het de doofpot in gaat. Ik denk dat een heleboel Amsterdammers die dat allemaal hebben meegemaakt, en vooral de hulpverleners, die zijn natuurlijk toch wel behoorlijk genept. En hoe dat precies in elkaar zit, ik hou niet zo van complottheorieën, maar... Nou, er zijn wel een aantal raadsels min of meer opgelost. Maar een heleboel ook niet, hè? Maar de doos is nog steeds niet gevonden. En dat is natuurlijk een buitengewoon rare zaak. En het verhaal over het verarmd uranium. Toevallig was er van de week een conferentie in Den Haag over World Appeal for Peace. Waar hele grote groepen mensen, met name uit Hiroshima en zo zaten. Die dus zeggen, ja kijk eens, dit zijn de foto's wat er met atoombommen gebeurt. Maar denk eraan dat verarmd uranium, dat is net zo op lange termijn net zo'n probleem. Ja. Nou ja, kijk, er wordt dus gezegd dat het uranium zo weinig was dat het niet echt uitmaakt. Maar volgens mij maakt het ook... Het ging om een paar honderd kilo contragewicht of zo. Dus... Nee, maar kijk, het is natuurlijk toch sowieso een pleurisbende die naar beneden komt. Het is kerosine. Ja, het is uranium. God weet precies wat er in die lading gezeten is. Dat is ook nog niet echt duidelijk, hoor. Want wat uitgeladen is en wat niet... Ik weet het niet, ze hebben het een beetje uitgezocht, maar het fijne ervan... Nou vind ik een van de dingen die me hier opvalt, en dat valt me eigenlijk in de hele politiek op... Er wordt zo weinig creatief in de zin van oplossingen gedacht. Ik zou gedacht hebben, kijk, dit wisten, op een gegeven moment zo'n vliegtuig stijgt op, dan is er een motor die hangt scheef. Op een gegeven moment beginnen die mannen te roepen, dit gaat fout, we hebben wat. Toen scheen er al een motor afgevallen te zijn. Stel nou dat we zouden gezegd hebben, weet je wat, we leggen toch een landingsbaan in... De Bijlmer, sorry niet in de Bijlmer, maar in zee, bij Almere ergens. Mm. Voor dit soort noodgevallen. Dat als nou een vliegtuig binnen moet komen wat echt onbetrouwbaar is. En het schijnt toch wel geregeld voor te komen. Dan laten ze dus al die kerosine er eerst uit en zo. Maar waarom leggen we niet ergens een soort noodbaan aan? Nou, zonder huizen in de buurt. Nee, ik denk gewoon, ze hadden die bak gewoon in het IJsselmeer moeten laten neerpleuren. Ja, maar goed, als daar... Het is schandalig dat ze boven gebieden zijn gaan vliegen. Die gewoon dicht bevolkt zijn. Vind ik schandalig. Ik begrijp dat ook niet, want ze hebben een dubbele lus erover gemaakt. Wat in het begin trouwens ook nog niet eens op die tekening stond, weet je wel. Dus ik vind... Kortom, er is een heleboel gebeurd wat we niet weten. Is dat iets wat in de politiek schier en inslag is, of moeten we daar eens wat aan gaan doen? Nou, ik vind dat je er wat aan moet doen. Of het schering een inslag is. Nou, laten we even op mijn stokpaardje. Bij A2000 bleek dus achteraf dat er bekend had kunnen zijn... dat heel veel Amsterdammers wel moeten betalen, maar niet kunnen kijken. Ja, dat is... En dat wordt nu ook weer een beetje weggeveegd. Nee, als dat waar is. En dan krijgen we... We hebben schriftelijke vragen gesteld en die worden vrijdag beantwoord. En dan moet dus echt het gemeentebestuur, dat wil zeggen het college... dat wil zeggen de wethouder, moet dus echt voor de draad komen... Wat me ook opviel is dat jullie al 2 weken geleden gevraagd hebben, maar ik heb het al daarvoor gevraagd, 3 weken, van zoek nou eens uit hoeveel mensen werkelijk daar last van hebben. Dat is toch een hele belangrijke vraag, want als je inderdaad over 2,5% of misschien maar 0,5% praat, is dat een andere zaak dan een kwart van de mensen of meer. Ja. Waarom heeft deze wethouder, die natuurlijk maar pas nieuw is, dat niet laten uitzoeken? Nou, ik denk dat het inderdaad mee te maken heeft dat ze pas nieuw is. En ten tweede denk ik dat het er mee te maken heeft dat
Ja, we gaan weer eventjes het systeem. Ja. Even kijken. Ja, de mobiele telefonie, waarmee we trouwens ook op een van de punten zijn. Heb je begrepen dat ondertussen AT&T en Microsoft eigenlijk de groot aandeelhouder zijn geworden van A2000? Ja, maar A2000 is natuurlijk altijd een... maar vroeger was het van Philips zogenaamd. Een hapje geweest wat door anderen opgehapt werd. En dan moet je natuurlijk... Kijk, als je dingen privatiseert... Dat wil zeggen, als de gemeente er niks meer over te zeggen heeft... Die niet meer de meerderheid van de aandelen... Dan kan iedereen het overnemen. De maffia uit Amerika of de maffia uit Rusland die daar heel actief zijn. Dan ben je in feite alle controle kwijt. En iedere boef kan die geld heeft, die kan daar de baas gaan spelen. Privatisering, ook zo'n onderwerp waar we nog wel eens op terugkomen. Even bij de waan van de dag. Van de week was ik bij een inspraakavond over de Singel. En dan zitten er allerlei burgers te praten met mensen van de gemeente. Wat me opviel is dat de discussie dan wordt met dooddoeners. Ja, dit is de derde inspraakronde. Ja, dat is interessant. Het ging over de Kalvertoren. Maar dan blijkt de eerste inspraakronde in 96 en 97 plaatsgevonden te hebben. En dat de mensen die dat toen in een hele andere constellatie... Toen was de hele wat over te zeggen hadden, zijn allemaal weg... Maar dat wordt dus nu gebruikt om dingen door te drukken die welgevallig zijn naar de plannenmaker. En zeker meneer Cornelis van de gemeente. Wat vind je daar nou van, dat die inspraak op die manier eigenlijk wordt gemanipuleerd? Vind ik heel slecht. Ben ik hem met je eens. Vind ik heel slecht. En het gaat... er worden al door nieuwe plannen gemaakt en nieuwe situaties. En dan moet gewoon die inspraak opnieuw. Klaar, hè? Wat daar namelijk aan de orde was, is... Een van mijn vragen is dat er met... Ten eerste verdwijnen er weer 200 samen met de verdere plannen daar rond de spuien. 200 parkeerplaatsen, daar zal jij misschien voor of tegen zijn. Maar wat me opviel, dat er geen enkele rekening werd gehouden met bijvoorbeeld plaatsen voor invaliden in die hele Singelbuurt. Nou, ik ben dus voor het opheffen van parkeerplaatsen in de stad. Maar ik ben ervoor dat mensen die hier moeten zijn met een auto, dat die wel plek nemen. Er zijn gewoon een heleboel auto's in de stad die helemaal hier niet nodig zijn. Mensen die auto's hier helemaal niet nodig hebben. Dus als je die er nou uitschift, dan blijft er genoeg ruimte over voor mensen die wel echt een auto nodig hebben. Of voor hun werk, of omdat ze slechter been zijn. Of om andere reden, dat weet ik niet. Maar ik vind dus dat ik denk dat zeker meer dan 50% van de plekken in de stad bezet wordt door auto's die volkomen niet noodzakelijk zijn in de stad. Maar goed, dan zou je andere maatregelen moeten treffen door te zeggen, zet dat ding aan de rand van de stad, bewaak ze dan goed. Want dat is natuurlijk een zorg van mensen dat een auto te ver weg staat. En zorg dat je er bij wijze van spreken gratis naar die auto toe kunt. Ja, daar ben ik ook voor. Ja. Dat soort plannen. En iets wat verder gaat het systeem is natuurlijk een vergunningensysteem. Het zou ook kunnen. Dat iedere bewoner een kaart krijgt om het hele jaar in de buurt te parkeren. Slaat toch nergens op? Waarom niet? Nou, die bewoner gebruikt die auto misschien helemaal niet. Die staat daar dus. En waarom? Je zegt dat stukje onroerend goed, dat stukje grond kunnen we beter gebruiken. Ja, dacht ik wel. Goed, dan toch even terugkomen op als je tegen auto's bent, moet je voor fietsen zijn of voorlopen. Ja. Want we moeten toch een beetje zaken doen in de stad. Ja. Nou, werd er bij die plannen uitgegaan van een fietsen... meting, waarbij wordt gezegd dat vanaf de Munttoren naar het Koningsplein geen fietsen zijn. Nou heb ik daar toevallig een studio en de hele dag fietst iedereen zich wild die kant uit. Toch wordt er tegen het verkeer tegen in. Het verkeer is bloedlink om daar te fietsen. Want ja, je wordt maar bijna... hoe moet je anders? Anders moet je helemaal omreizen wat over de Dam heen. Ja. Maar dan zie je dat die plannenmakers dat de feitelijkheid dus gewoon ontkennen. En zeggen, nee, er is geen verkeer, want het verkeersmeetsysteem geeft dat niet aan. Ja, nou, het is absurd. Je kan gewoon één dag gaan kijken of je hoeft er maar op een terrasje te gaan zitten. En dan kan je om te zien. Ja. Kan je maar zien? Gaan jullie nou bij de behandeling van dat stuk daar wat over zeggen? Want een van de suggesties die ook gedaan werd, was van... joh, verbreed nou die Singel met 1,5 meter met een of andere houten plankier, wat er toch al ligt. Zodat je in twee kanten kunt fietsen en in twee kanten kunt lopen. En er weer een beetje lucht komt in dat hele nauwe staartje van die Stadshartlus. En ook de bereikbaarheid. Want wat er zo werd opgemerkt is, er wordt daar een fietsenstalling gebouwd onder de Kalvertoren. 100 fietsen die je maar van één kant kunt benaderen. Dat is natuurlijk toch erg dom als je fietsenstallingen maakt waar mensen dan zeg maar helemaal om moeten fietsen om moeten komen. Dat doet niemand. Nee, waarschijnlijk niet. Dus dan hebben we over 4 jaar hetzelfde probleem. Dat zien we steeds in de stad. Dan gaan we weer opnieuw. Ja, maar ik denk een stadshartlus. Dat klinkt natuurlijk heel aardig. Maar je kunt natuurlijk allemaal grote wegen naar de stad toe maken. De stad is gewoon nooit gebouwd op auto's. Dus op zich is dat hele idee dat die lus door de binnenstad moet, langs de Munt, is natuurlijk op zich al absurd.
Die lust die hoort er eigenlijk helemaal niet. Maak maar zoiets als de Utrechtse straat. Dat vind ik perfect. Aan twee kanten fietsen, aan één kant parkeren en nog trams er doorheen. Er gebeurt nooit wat. Iedereen houdt rekening met elkaar. Maar toch hebben we een paar jaar geleden geprobeerd dat helemaal af te stoppen voor auto's. Daar was toen niemand voor, maar dat zie je dus steeds. Ook... Maar ik vind het dus prima. Doe dan maar alles tegelijk. Dus je praat eigenlijk over een concubinaat van alle verkeersvormen en niet zo moeilijk doen. En nauw houden. En veel er doorheen. En dan reguleert het zichzelf. En dan gaat het vanzelf goed. Ja, want... En die auto's blijven vanzelf weg, want het is helemaal niet leuk om met een auto de Utrechtse straat te gaan. Nee. Maar de lui die er echt moeten zijn, doen het dus wel. Maar ik heb het gevoel dat alsof ze... mogen het ook van mij. Ja. Een van de dingen die ook aan de voorde kwam is dat dus dan je zou nu dan van de andere kant van de singel over de brug kunnen, wat dus nu niet kan, en dan door. En dan zeg ik... Aan de andere kant, het is aan de kant van de bloemen? Ja, aan de kant van de bloemen, maar dus langs de kerk. Ja? Ja. Oh, aan die kant. Dan kun je dus doorrijden over de brug en dus naar de Munt toe. Maar dan creëer je dus gelijk een sluiproute naast de Stadshartlus. Ja, natuurlijk. Ja, maar het stikt natuurlijk van de sluiproutes. Ik bedoel, ik vind die hele lus vind ik onzin. Die lus moet helemaal niet. Zijn er dan voor in de gemeenteraad voor die lus? Nou, dat is iets wat op een gegeven moment verzonnen is. Om toch nog de automobilisten een beetje het gevoel te geven dat ze door kunnen rijden. Maar dat is natuurlijk onzin. Sommige mensen noemen het een carousel zonder einde. Ja, dat is ook zo. Het slaat nergens op. En dan denk ik, nou, dan kan je twee dingen doen. Of je kan het makkelijker maken. Nou, daar ben ik dus tegen. Laat de hele boel maar samen... Ja, maar wacht even, dan krijgen we overweging. Als iemand een ongeluk krijgt, ergens daar in die buurt... en je kunt er niet meer bij met een zieke auto, brandweerauto... dan heb je natuurlijk ook wel een probleem. Ja, maar dat... De zaak niet helemaal dichtgooien. Nee, maar er blijft beweging in. Alleen iedereen houdt zoveel rekening met elkaar. Je ziet echt, ga maar echt een keertje daar leuk in de Utrechtse straat op het terrasje zitten. Jij vindt dat het dan wel kan. Oké, dank je. Prima, ja. Dank je wel.